Vandaag is het laatste stukje gras ingezaaid in het stadion van ADO Den Haag. Het kunstgras is een paar weken geleden verwijderd. En vanaf komend seizoen speelt de club weer op natuurgras. ADO-directeur Mohamed Hamdi plantte de laatste graszaden. Ja, het ging niet heel soepel volgens mij. Maar we deden ons best, toch? Ja, dit is echt een volgende mijlpaal voor de club. Om terug te treden in het natuurgrasproces. En we zijn er blij mee. Er is ongeveer tot nu toe 7.500 uur werk verzet. Het is nu woensdag, dus hij is vandaag gezaaid. Dus dat betekent dat je de tweede helft van volgende week zie je een groene gloed. Dan moet je wel op je knieën leggen en een beetje overheen kijken. Maar dan na een week kan je wel zien dat er een groene gloed overheen komt. Topvoetbal moet je op natuurgras spelen. Dus dat eindelijk dat moment hier is, daar ben ik echt heel blij mee en trots op. Ja, dat zag ik ook wel aan uw gezicht. Ja, want het is echt wel bijzonder. ADO Den Haag maakt echt lastige perioden mee. Het is moeilijk waar we doorheen moeten. Maar op een of andere manier hebben we het ook voor elkaar gekregen om de mindset zo te zetten. Gericht op de toekomst. En daar speelt natuurgras een heel belangrijke rol in. De verwachting is dat ADO de eerste officiële wedstrijd op echt gras in september gaat spelen. Naar verwachting start dan de Eredivisie weer.